Zowel het aantal schepen, hun lengtes als de snelheden waarmee de schepen varen, zijn de laatste decennia enorm toegenomen, wat het risico op ongevallen en complicaties vergroot. Een jong Antwerps bedrijf biedt hiervoor de oplossing met een innovatief veiligheidssysteem. Binnen Westray ontwikkelen wij software die dat de officier moet assisteren bij het navigeren. Wij nemen al de informatie van de bestaande sensoren aan boord met die van ons. Wij voegen die samen en dan projecteren we dat op een scherm. En dan kan de officier op basis van die informatie zeer makkelijk een beslissing nemen. Westray mikt op de twee doelgroepen zeevaart en binnenvaart. En dat kan internationaal of nationaal zijn. Wat Westray uniek maakt, is dat wij met een 3D-visiesysteem werken, waardoor we eigenlijk onze camera's in een dubbele opstelling plaatsen. Het voordeel is dat de informatie dat de officier krijgt op dit moment allemaal individueel is, apart. Bij ons wordt alles eigenlijk samengevoegd, wordt sensorfusie opgedaan en dat wordt dan ook in display gegeven aan de officier, wat makkelijk te verstaan is. Onze radar, daar kunnen we wel opmerken dat er gevaar voor aanvaring is, maar onze radar gaat niet vertellen dat er een gevaar is. Het systeem, dat is het grote verschil met die software, die gaat ons effectief vertellen dat er gevaar voor aanvaring is. Dus op dit moment hebben we een systeem op de markt dat eigenlijk een 3D-visiesysteem is, dat waarschuwingen geeft, detectieclassificatie. Op dit bestaande systeem gaan we uitbreiden en gaan we stilletjes aan naar een autopilot of semi-autonoom vaarsysteem, waar de officier beslissingen krijgt van ons systeem en daar ook de toestemming moet voor geven. En op basis van dat zal het schip de koerswijziging uitvoeren.